Hey, hallo. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben Martine Greten, welkom bij Scuba Pro Talks. Ik ben sales manager voor Scuba Pro al meer dan 20 jaar voor de regio Nederland en Vlaanderen. En wellicht hebben jullie al een of meerdere filmpjes van mij gezien. Ik probeer namelijk elke keer wat anders te vertellen over producten die wij in ons assortiment hebben. Vandaag wil ik het hebben over onze nieuwe A1 duikcomputer. De A1 duikcomputer, zoals het zegt, is een volledig horloge en duikcomputer in één. Dus je kunt ermee overdag gewoon om je pols houden. Hij is super dun, dus ook voor dames is hij meer dan geschikt. En wat ook zo fijn is aan deze duikcomputer, is dat hij heel makkelijk in gebruik is. Er zit hieronder een knop en die knop is eigenlijk een soort enterknop. Als je die indrukt, kom je in het menu en dan kun je met de plus of de min aan deze zijde kun je door het menu heen scrollen, net als dat je je telefoon doet. Als je het menu in wilt, druk je nog een keertje in, ga je wat dieper het menu in. Als je er weer uit wilt, druk je dit knopje wat langer in, ga je weer terug omhoog. Als je dit in je handen hebt, dan ben je binnen 3-4 minuten weer gewend aan het hele computersysteem en weet je hoe je instellingen kunt doen. Je kunt met deze computer duiken tot 100% nitrox voor apnea en uiteraard kun je hem ook instellen als dieptemetermodus. We hebben een Bluetooth-uitlezing, dus je hebt geen dongle meer nodig om je informatie te downloaden. Dus je kunt het zo vanuit, ja, als je vanuit je duik boven water komt, kun je hem naar je iPhone of naar je Samsung of welke andere telefoon je ook hebt, kun je hem zo downloaden en dan kun je je hele profiel ook bekijken. Andersom geldt dat ook, dat mochten we straks in de toekomst nieuwe software-informatie hebben, dus updates, kun je die downloaden. Uploaden in deze computer en heb je altijd de meest recente duikcomputer met alle informatie. Verder heeft hij de PIS-stops. PIS-stops betekent dat je die kunt instellen op het moment dat jij je diepte behaalt, dat hij daarna een extra stop gaat geven, ongeveer op de helft van de diepste diepte. Alleen bij ons wordt dat wetenschappelijk ook doorberekend in jouw algoritme, doordat deze computer rekening houdt met je weefselcompartimenten. Dus de opbouw van jouw weefselcompartimenten in 16 verschillende weefsels. Daarom heet het algoritme wat hierin zit de LH16 weefselcompartimenten. Het is een Buhlmann gerichte computer, dus op die wijze heb je altijd de meest accurate informatie. Diezelfde weefselcompartimenten geven jou dus ook de doorberekening in hoe lang jij een bepaalde bodemtijd mag hebben, hoe lang je eventueel een oppervlakteinterval moet houden of eventueel voor je herhalingsduiken. Verder hebben we de mogelijkheid om andere bandjes erop te plaatsen in de toekomst. Je kunt hier een nylonbandje op zetten of een stalen band. En wat ook fijn is, is dat de batterij makkelijk te vervangen is. We raden het wel aan, laat het even doen door een dealer, geautoriseerde Scuba Pro dealer, die dat het beste voor je kan doen, zodat je hem ook weer helemaal goed kan afpersen. Zodat je geen water binnenkrijgt en je dure, mooie computer niet kapot gaat. Nou zeg ik duur, maar eigenlijk is hij niet duur. Adviesverkoopprijs van deze mooie A1 duikcomputer is €349. Dus ik zou zeggen, sla je slag met deze, want het is een fantastische duikcomputer en horloge in één. Tot de volgende Scuba Pro Talks. Blijf gezond en een fijne dag.